Hi, ik ben Saskia Pekelharing en ik ben illustrator voor kinderboeken. Het leuke aan tekenen en aan illustrator zijn vind ik dat je dingen zelf mag verzinnen. Dus ik krijg een tekst van een boek van een schrijfster of een schrijver en dan lees je die tekst en dan ga ik daar zelf allemaal plaatjes bij verzinnen. En dat vind ik echt super leuk om te doen. En dat gaan we straks ook even proberen. Maar voordat we het gaan proberen ga ik wel jullie even een soort truc leren, een tekentruc, want om echt goede verhalen te kunnen maken en tekenen is het wel heel belangrijk dat je kunt tekenen hoe iemand zich voelt. Dus haal even vast wat potloden, pennen, stiften, maakt niet uit wat, en wat papier en dan gaan we zo aan de slag. Dus zet me even op pauze en dan wacht ik hier wel even. Oké, ik heb hier 4 hoofden getekend en nou ja, het zijn bijna hoofden, nog niet helemaal. Ze zijn nog niet superleuk. Maar wat we gaan doen is... Kijk, ze krijgen een neusje en de mond. Zoals je ziet is de mond al wel heel belangrijk om te laten zien hoe iemand zich voelt. Deze twee zijn redelijk blij en deze zijn redelijk chagrijnig. Maar hoe ze zich echt voelen kun je eigenlijk pas zien als je er wenkbrauwen bij tekent. Oké, let op. Deze bij de chagrijnige, daar begin ik mee. Kijk, deze... Die is boos. Als je boos bent heb je dus zo wenkbrauwen. En deze, die is verdrietig. En natuurlijk kun je nog wel extra dingen erbij tekenen. Dat het helpt. Zo. Hele sloot aan tranen. Een beetje stoom uit de oren. Dit helpt allemaal. Maar het is niet, je zag het gebeuren bij de wenkbrauwen. Nu gaan we door met de blije. Kijk, ze zijn alle twee redelijk blij. Als je gewoon blij bent, dan heb je eigenlijk bijna geen wenkbrauwen. Maar we zullen één van deze twee geven we wenkbrauwen. En dan zul je zien wat er gebeurt. Ineens kijkt hij gemeen, alsof hij een gemeen plannetje heeft. Nou, zo simpel is het. Dat kunnen jullie ook. Ik doe er nog een paar voor. Mogen jullie raden hoe ze zich voelen? Kijk, je kunt ook de ogen anders maken. Wat is dit? Deze ruikt iets heel erg vies. Zie je? Een vieze stank met vliegjes erbij. Of misschien als je zijn gezicht groen maakt, is hij wel misselijk. En deze, die is geschrokken of verbaasd. Je moet er nog even bij tekenen wat, want zo kun je kijken als je een cadeau krijgt dat je niet verwacht had. Maar je kunt ook zo kijken als je iets heel akeligs ziet. Maar als je iets heel akeligs ziet, dan helpt het wel weer om een beetje de verdrietige wenkbrauwen erbij te doen. Oké, wat willen we nog meer weten? Schattig. Schattig doe je zo. Bij schattig maak je, hoe schattiger, hoe groter het soort ovalig, een heel mandarijnerig hoofd. Hoe mandarijniger het hoofd, hoe schattiger. Mandarijnig is geen woord natuurlijk. Zie je dat? Grote ronde ogen, groot ovaal hoofd, beetje plat. Het is ook bij een lang hoofd. Dat ziet er toch vaak wat ouder uit als je wat ouder iemand wilt tekenen. Stel je voor, hè, je bent een augurk. Is al niet zo heel leuk. Je zit hartstikke dicht op elkaar, je hele leven, in zo'n pot.
is natuurlijk echt geen klap aan. Oké, voor deze opdracht heb je een papiertje nodig met een grote denkwolk erop. Wat wij gaan tekenen is een superleuke dag voor deze augurk. Stel je voor, hij mag iets verzinnen wat hij het liefst wil doen. Wat zou die augurk dan gaan doen? Waar zou een augurk over dromen? Oké, hier is wat jullie gaan doen. Teken in die denkwolk een hele droom voor augurk.